బ్రో అందరికీ. మొత్తంలో నేర్చుకోవాలి. சாப்பிடலாம். டிக்கெட் எவ்வளோ? நான் கிட்டேனே லாபத்தான் தெரியும். Tuesday, yeah? Mm-hmm.
Tuesday. Zoekt u iets? Nou, tot straks. Ja. En dan mag je overal in. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Ben wel niet zo groot. Ja. Ik ben zo rap gedaan. Ja, goedemorgen. Welkom. Dank u. Dit was vroeger de bibliotheek. Dat werd zo. En nou, hier staat er nu ook een grote met tafel, een kleinschalige. Maar daar heb je ook een foto hoe het vroeger gedaan werd. En ook spelletjes. En deze kamer. Dit is de smoking room. Hier heb je dat echt dat diersoortje. Ook inheems, maar ook van hier en nu. Dat is insecten. Ook een mooi diersoortje. Dat is allemaal geperst in plastic glas. Dat mag natuurlijk al heel lang niet meer hoor. Maar dit is ook echt van toen. Dat was ja. Dat is niet kunst van nu? Nee. Oh. Hier bent u in de smoking room.
toen mocht het nog, hè. Ja. Maar nu helemaal niet meer natuurlijk. Maar het was ook helemaal aangepast, hè, aan de kleur. Dus niet in de jaren 50, 60. Dus ja, nu hebben we een appy, een wifi. Dus ze hebben wel kilometers kabels gelegen voor de toekomst natuurlijk. Ja. Ja, dat is mooi ook, hè? Dit. Ja. Dit is, ja, toen kwam natuurlijk. Het is de iemand erachter. Ja. Ik zei bijna te laat, hè? Lukt het? Ja, hier bent u in de Grande Dame. En u ziet hier liggen op een dansvloer. Gelegd is in de vorm van een poester. En u ziet hier, ja, onder water moet je die sporen, die strepen allemaal zien. Maar ook de dameshakken van vroeger. En dat zijn allemaal die putten. Ja, ja, en als je zo kijkt, dan zie je er ontzettend veel. Maar vroeger had je die dameschappen, er staan er een soort stiletto's, hè, die spijkers. Ja, die spijkers naar voren. Ja. Ja, maar echt die punten, deze, hè? Ja. Ja. Nou, hier hebben we die kokertjes, wat we dus zeiden van de ballenbak. Maar u ziet als je hem. Zijn jullie al bij de ambassador lounge? En komt ook omdat het lijkt wel een ronde zaal. Dus het lijkt wel of dat u als het ware door de zaal een beetje omarmd wordt, zou je kunnen zeggen. Op een seksuur hier of waar? Ja, dat wordt het. Ja, zeker. Alle zalen, alle zaken waar we u nu doorheen nemen en waar we wat vertellen, die worden in principe verhuurd. Vandaar dat er ook niets op de audio staat.
Want dat, dat zou dan betekenen dat u daar naar binnen kan. Maar dat kan normaal gesproken niet. Dan is het verhuurd aan feesten, partijen, zakelijke dingen. Nou ja, gaan ze maar door. Maar dan, en daar verdienen ze meer dan, eerlijk gezegd, als dat wij hier rondlopen. Dus. Maar omdat het toch niet in gebruik is, waarom zouden we het u dan niet laten zien? Want het is juist heel mooi om nog een keer extra mee te maken. Het lijkt wel een beetje een ronde zaal, maar het is maar een kleine uitbouw aan beide kanten. Ook omdat het lijkt wel een ronde zaal. Dus het lijkt wel of dat u als het ware door de zaal een beetje omarmd wordt, zou je kunnen zeggen. Op een seksueel hier of waar? Ja, dat wordt het. Ja, zeker. Alle zalen, alle zaken waar we u nu doorheen nemen, waar we wat vertellen, die worden in principe verhuurd. Vandaar dat er ook niets op de audio staat. Want dat zou dan betekenen dat u daar naar binnen kan. Maar dat kan normaal gesproken niet. Dan is het verhuurd aan feesten, partijen, zakelijke dingen. Nou ja, gaan ze maar door. Maar dan, en daar verdienen ze meer dan, eerlijk gezegd, als dat wij hier rondlopen. Dus. Maar omdat het toch niet in gebruik is, waarom zouden we het u dan niet laten zien? Want het is juist heel mooi om nog een keer extra mee te maken. Het lijkt wel een beetje een ronde zaal, maar het is maar een kleine uitbouw aan beide kanten. En ja, dan krijg je dat gevoel. Komt ook natuurlijk door die schotten die zo geplaatst zijn, de ronde dansvloer. En hier de ronde bovenkant die je hebt, dus het lijkt wel allemaal rond te zijn. Verschillende houtsoorten en dan krijg je dit. Althans, dat zou je ervan kunnen maken. Hoeft niet natuurlijk, maar kan wel. En ik weet niet wie er is. Het is alleen maar daar te horen, vandaar. Ja. Ja. Hallo. Ja, hè? Ja, dat kan effect doen. Het geluid gaat door middel van trillingen. Maak je geluid en daarom kunnen we elkaar horen. Dus dat gaat alle kanten uit. Ja. Maar omdat het hier rond is, wordt het gevangen. En dan wordt het teruggekaatst, maar alleen maar daar. Ja. Hier horen we het niet. Hè. Je ziet hier wat praat met elkaar. Dus gewoon, want we horen uw stem ook zoals u nu bent. Ja. Daar, maar u bent de enige daar die hoort dat het anders wordt. Okay. Dus dat is wel grappig. Hm. Ik heb me laten vertellen dat de dame staat wel verder gestuurd. We gaan nog een stukje verder. Is dat nog niet gaande? Nee. Dus als ik lief, heb ik het van handen. Allemaal nieuw. Dat willen we toch ook wel een beetje laten zien. Waar zijn we naar het theater? Dat zie ik daar als eerste klas als je hier naartoe loopt, waar je automatisch op het balkon komt. Dit komt een afstand is waar ik die zijn. Beetje lachen te zien. Ja, dat is nog een flink theater ook, hè? Niet verwacht hier aan boord. Medelijk stadje zou ik graag willen hebben, denk ik, zo'n theater van 600 mensen in kunnen. Zo een kleine 400 beneden en een kleine 200 eerste klas boven. Tweede klas waren natuurlijk meer mensen aan boord dan zussen. In het begin van de cruise, voor u aan boord ging, werd er meestal gevraagd van meneer, mevrouw, van alles en nog wat. Dat werd soms ingehuurd voor een bepaald aantal dagen. En heel bekend ook, Ella Fitzgerald, Gillespie, Frank Sinatra en zo. Echt hele goede namen, dat, die werden dan wel aan boord uitgenodigd om een aantal dagen mee te varen. En nummer 3. Slaap aan boord? Slaap? Nee, ik ben op een toerdwijk. Dus, Nee. Nou, gaan we proberen. Heel zachtjes, hè? Ja.
kan die wel. Nee. Kijk. Goedendag. Ja. Ja, dat is ook wat, ja. Bent u toevallig naar de machine gaan? Nee, morgen. Ja, morgen. Ja. Zit in de telegraaf. De machine nodig hebben. Want de hut van de kapitein zit hier achter. Ik zeg dat je hier dadelijk zelf al. Hier maken ze hem wakker. Als ze hem nodig hebben. Wakker worden. Dit is ook de Giro. Ja, ze hebben het, oftewel de tom-tom van het schip. En dan. Maar als het een of ander stuk is wat er ook. Je kunt hier nog meer verder gaan. Dit is de magnetisch kompas. Een radar wordt wel eens het oog van het schip genoemd. Want het schip niet meer kan zien, dat ziet hij. En dat laat hij dan hier zien, daar. Wat denkt u? De telegraaf hebben we belangrijk nodig om waar je aanmeert. Meer je bakboord of stuurboord. Dan gebruik je dit lekker. Dan heb je ook van die haakjes daar zo. Ja. Daar hangen ze hun petten op. Maar weer als je pet verkeerd hangt, dan kan je hem niet meer vinden. Oké.
voor het officier. Ja, zo ziet een klein beetje de brug eruit. En hier heb je dan een... Radio gaat van een amateurclubje. Hier mocht je dan, ja. En als je van gokken houdt, moet je ook dat ook weer dollars mee nemen. Ja, die werken zie je dat er is genoeg. Dat is niet was. Ja, ja, ja. Nee, dat is wel smeer en shoot. Ik heb er twee gemaakt hoor. Ja? Check-up.
Machine kan maar gereed, machine kan maar weer lopen.